BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Hallo Dominique, directrice dus van de Brussels Open met de hoofdsponsor BNP Paribas Fortis. Kan je eventjes vertellen al van wie dat de grootste namen zijn in deze editie? Voor deze tweede editie ga ik eerst beginnen natuurlijk met de Belgen, want Janina Wickmayer, die de eerste editie heeft ook meegedaan, gaat opnieuw onze trotse zijn voor de tweede editie. En we hebben ook al de bevestiging van onze eerste wildcard, onze jeugd- en toekomstige speelster Alison van Uitvang. Vorig jaar heeft ook meegedaan, gekwalificeerd en tweede rond gespeeld. Dus wij dachten, wij moeten zeker en vast Alison opnieuw als wildcard voor dit jaar hebben. Er komen natuurlijk andere Belgen erbij en dan op het internationale niveau hebben wij al drie toppers, die drie speelsters van de top 10. Agnieszka Radwanska, nummer 4 van de wereld. Wij hebben Marion Bartoli, Frans, die gaat ook meedoen, nummer 7. En dan Andrea Petkovic, nummer 10. En er komen zeker en vast in de komende weken grote namen aangekondigd. Ja, en Kim Kleisters, gaat die eventueel present zijn? Ik zou dat wel enorm leuk vinden natuurlijk als Kim zou kunnen meedoen. Het enige natuurlijk is haar programma en haar fysieke toestand. Dus momenteel zijn er heel veel vraagtekens in ieder geval. Maar als het past in haar programma en ze zou graag hier in Brussel voor Roland Garros komen spelen, is ze meer dan welkom. En ik zou dat wel schitterend vinden natuurlijk om haar opnieuw in België te mogen zien spelen. Dus er komen misschien ook nog een aantal nieuwe namen bij die nog niet gekend zijn. Heb je eventueel al een idee van wie dat allemaal nog kan zijn? Wel, momenteel zijn er onderhandelingen met de top 20 speelster. Voorlopig kan ik nog geen naam noemen, maar in de komende weken wordt er zeker gecommuniceerd. En in de andere kant zijn de inschrijvingen nog tot 9 april open voor de speelster. Dat wil zeggen dat zeker en vast grote namen zullen zich nog inschrijven. Maar zoals ik heb daarnet gezegd, in de komende week wordt er zeker en vast nog een grote naam uit de top 20 waarschijnlijk gecommuniceerd en bevestigd. Zijn er voor jou tussen de eerste en de tweede editie een aantal veranderingen gebeurd of toevoegingen aan het toernooi? Wel, de verandering is sowieso dat we hebben vorig jaar gezien onze dorp voor de mensen die komen kijken een beetje te klein was. En we hebben dit jaar de straat voor de Primrose geprivatiseerd. Dus het wordt uiteindelijk een hele grote dorp voor de mensen. Die zullen heel veel talactiviteit kunnen meedoen. En ook eten en dranken. Dus tegelijkertijd mogen ze fantastisch tennis gaan zien. Maar ook hebben ze echt een hele mooie dorp, want al de sponsors die met ons werken dit jaar willen absoluut heel veel activiteit organiseren gedurende de Brussels Open. En in een tweede instantie, wij hebben zelf ook een aantal initiatieven al genomen. Dus de 20 mei hebben we wel een pro-am, dus topspeelster met bekende mensen die zullen een klein toernooi meedoen. Er is een Kids Day, er is een conferentie voor bedrijven, er is de Players Party op maandag op Stadhuis. Waar de toppers zullen de Belgische producten ontdekken. Wij hebben ook een VIP-avond. Dus er worden heel veel activiteiten georganiseerd. En ik wil absoluut dat het toernooi van Brussel een grote feest zal zijn. En ik ben er zeker van dat er vele fans naartoe zullen komen. Dankjewel, Dominique. Graag gedaan.